Goed dames en heren, Ovidius, Orpheus en Eurydice, 38 tot en met 44 in deze video. Orpheus heeft net gevraagd om bruikleen in plaats van een geschenk. Hij wilde zijn vrouw alleen maar even lenen. En dan komen we bij de laatste twee regels van zijn gezang eigenlijk. Quod si fata negant veniam pro coniuge, certum est nolle redire mihi, leto get gaudete duorum. Maar als de lotten, hè, het is weer een poëtisch meervoud hier, het lot, dus ook maak hier enkel fout van, weigert, hè, dus niet ontkent hier, dat werkt niet, weigert, genade pro coniuge voor mijn echtgenote. Maar als het lot genade voor mijn echtgenote weigert, dus weigert te geven, certum est mihi, dan is het voor mij zeker, dan is het voor mij vastbesloten, dan ben ik vastbesloten, ofzo. Nolle redieren, niet te willen redieren teruggaan. Is het voor mij zeker niet te willen teruggaan, dus dan wil ik zeker niet teruggaan. Dat is vrij vertaald uiteraard, en er staat letterlijk, dan is het zeker voor mij niet te willen teruggaan. Dubbele punt. Gaudete, wees maar blij, dat maar voeg ik zelf toe, wees maar blij, leto met de dood, letum is een soort poëtisch woord van mors, met de dood, dus ablatives hier, duorum, genitives van duos, twee, dus van twee. Wees maar blij met de dood van twee. Geniet van de dood van twee. Dus, hè, dus dan twee mensen, oftewel hij ook. Hij wil dan ook niet meer terug naar het land der levenden. Nou, Orpheus gezang en muziek ontroert iedereen. Zelfs alles wat in de onderwereld bevindt. Daar krijgen we een mooie opsomming van. Dat gaan we eens even lezen. Talia dicentem nervos quod verba moventem ex sanguis flebant animae. De kern van de zin is animae flebant. Dus de zielen, als het ware, de schimmen, flebant, huilden, fleren. Waarom je huilt, dat is een accusatief. Dicentem moventem. Dat zijn zelfstandig gebruikte participia. Dus hij die zegt en hij die beweegt. Exsanguis hoort nog wel bij animae, dat is bloedeloos. Dus zeg maar zonder bloed. Hè. Sanguis is bloed. Exsanguis is bijvoorbeeld naam, betekent zonder bloed of wel bloedeloos. Exsanguis animae zijn de bloedeloze schimmen. Hè, ze hebben geen bloed meer, want ze leven niet meer. Dus de bloedeloze schimmen huilden om hem die zij, hem terwijl die zij, Thalia. Ook weer zelfstandig gebruikt, onzijdige meervoud, accusatives, dergelijke dingen. Om hem terwijl hij dergelijke dingen zei. Om hem die dergelijke dingen zei. En om hem die de nervo's, dat zijn die pezen eigenlijk, hè, de dierenpezen die je gebruikt als snaren. Dus laten we zeggen snaren, bij de woorden, de begeleiding van de woorden, bewoog. We maken er bewoog van, hè, die de woorden, die de snaren bewoog, de begeleiding van zijn woorden. Nek, tantalus undam captavit refugam, stupuit que ixionus orbis, nek carpsere jecur volucres, urnis que vacarum belides, in que tuo sedisti sisyphe saxo. Ik zet er nog even wat bij. Zo, daar staat het. Polysyndeton heeft een hele lange opsomming van vijf mythen, vijf figuren die zich in de onderwereld bevinden, sterker nog in de Tartarus. Dus dat is het slechtste, het laagste onderdeel van de onderwereld, waar alle misdadigers gestraft werden. En die hebben het ook allemaal gehoord. Blijkbaar is dat vlakbij de troon van Hades en Persephone, van Pluto en Proserpina. Daar gebeurt wat mee. Nec Tantalus, nog Tantalus, captavit, is proberen te pakken. Proberen te grijpen. De undam refugam, het terugwijkende water. Eigenlijk golf. Maar daar bedoelt hij mee water. Hè. Dat is een metonymie, pars pro toto. Een deel in plaats van het geheel. Je zegt golf, maar je bedoelt eigenlijk al het water. Dat wordt echt heel vaak gebruikt. Dat noem je een soort van versteende metonymie. Een soort van cliché eigenlijk. Dus Tantalus probeerde het terugwijkende water niet meer te gebruiken. Het rad, orbis. Hier zien we dat. Het rad van Ixion. Daar is die. Stupuit, stond stom verbaasd. Stond stil van verbazing. Dat is natuurlijk een beetje gek om dat over een rat te zeggen. Maar dat is een soort van stijlfiguur. Alsof het rat zelfs ook het hoorde. Hier staat iemand die getekend dat het aandraait. Ik weet niet of dat echt in de mythe ook zo thuis hoort. In ieder geval, hij draaide altijd rondom een rat.
in ieder geval, het rad stond stil van verbazing. Laten we zeggen dat het een personificatie is van het rad. Dan kan die ook gevoelens hebben. De Voulukres, de gevleugelden, de vogeltjes, de vogels, graasden af. Carpere perfectum van carpere. Hier carpere in plaats van carpserunt. Betekent plukken natuurlijk, carpere, maar ook iets van afgrazen. Wat koeien met gras doen bijvoorbeeld. En dat is de jekoer, is een lever. Hier accusatief is, want het is onzijdig woord. Dus dat is dezelfde vorm als in de nominatieves. Dus de gevleugelden, de vogels, graasden de lever niet meer af. Moet je weten dat er een mythe is, ga ik straks nog vertellen. Waarin vogels komen om de lever bij iemand weg te pikken, als straf. Maar die deden dat niet meer. Die waren zo stom verbaasd door de muziek en iedereen helemaal ontroerd dat ze daarmee stopten. Wat stopte nog meer? Nou, de Belieden, de Danaïden, die hadden als straf gekregen, zijn een soort van nymfen, of meisjes, waterurnen, kruiken te dragen van de ene plek naar de andere plek. Maar die waren lek, dus het was totaal zinloos, dus ze moesten het steeds opnieuw doen. Maar vacarunt, hier verkorte vorm van vacaverunt, perfectum van vacare, betekent laten staan, zich niet bezighouden met, eigenlijk vrij zijn van. Dus de Belieden waren vrij van, hielden zich niet bezig met de urnen, ablatieve soort daarbij, met de urnen, met de waterkruiken. En, sedisti, jij ging zitten, of jij zat, kan allebei misschien, in Tuo Saxo, op jouw rots, Sisyphus. Je weet wel, het verhaal waarin Sisyphus elke keer een rotsblok tegen de helling op moet duwen als straf, maar als hij dan bijna boven is, dan rolt hij weer terug. Enzovoort. Hier is opvallend dat de dichter zijn personage Sisyphus zelf aanspreekt. En dat noem je een apostrofe. Tot zover de grammaticale en stijlfiguren technische uitleg. Al die mythes, die vijf stuks waar dit over gaat, over Tantalus, Ixion, twee mythes bij een lever van pas komt, namelijk de Titios en Prometheus, en de Beliden, en ook nog weer Sisyphus, nou, dan heb ik misschien wel zes. Dat vertel ik even in een aparte video die hier nakomt. In ieder geval, tot de volgende keer.